Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Donderdag 13 november speelde PEC Zwolle een oefenwedstrijd tegen FC Emmen. De eerste 20 minuten van de wedstrijd gebeurt er vrijwel weinig van beide kanten en heeft Emmen het betere van het spel. En dat resulteert na 25 minuten in een grote kans voor FC Emmen. Niklas Tavierfi krijgt de bal voor zijn voeten, schiet, echter ligt Begua twee keer goed in de weg. Zwolle dan met de eerste kans. Brama paast op Karagounis. Hij kan van Polen aanspelen, maar kiest voor Drost. Hij dribbelt en geeft een prachtige steekpaas op Nijland. Alleen hij krijgt hem niet langs doelman Van der Leij. En Zwolle gaat door. Morro op Drost. Een ruimte voor het schot en Drost schiet rakelings over. Van der Werf. Een mooie steekbal op Nijland. Maar ook dit keer geen doelpunt. Drost met rechts. Keeper verwerkt de bal niet goed en Karagounis stikt hem in. En zo staat het vlak voor rust 1-0. De tweede helft. Emma aan de bal met de voorzet op Tafayevi. Die komt er niet aan. Pereira krijgt de bal niet weg. Die belandt voor de voeten van oud-Zwolle speler Nick Vossenbelt en hij rondt af. 1-1. In de tweede helft is het eenrichtingsverkeer. FC Emmen creëert veel kansen, zoals hier met Tafayevi die goed wegdraait bij Pereira. Hij schiet, maar zoals vaker in de wedstrijd redt PEC Zwolle doelman Begua. De voorzet. Easyway zit er nog tussen. Zoals bijna elke tweede bal valt deze ook voor de voeten van een speler van FC Emmen. Maar hij promoveert dit schot niet tot een doelpunt, mede door de goede save van Begua. En zo eindigt deze wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Emmen in een 1-1 gelijkspel. De eerste half uur zetten zij ons onder druk en daar hebben we heel veel moeite mee om er onderuit te voetballen. En ook om de bal vast te houden om van daaruit door te voetballen. De laatste kwartier voor de rust was op zich prima. Hadden we ook het verschil moeten maken, vind ik. Dan ook één of twee keer meer moeten scoren. Maar na rust zakt het uiteindelijk wel weg naar een bedenkelijk niveau wat wij hebben laten zien. Gezien het spel van vandaag, de eerste helft creëer je nog wel een aantal kantjes, maar de tweede helft echt niks, hè? Nee, de tweede helft was gewoon heel matig van dat vlak. We hebben een aantal momenten dat we een leuk positiespel kunnen houden van een bal of 5-6. Maar dan komt er een heel slordige eindpaas of weer een dom balverlies of een miscommunicatie. Ik denk dat die goal die we tegenkrijgen, dat er ook een goed voorbeeld van is. Hè. Er wordt duidelijk gecoacht van dat die bal weg moet. En, ja, zoals duidelijk gezien ging hij niet weg. Dat is een domper. Aan de andere kant hebben zij ook niet de grote mogelijkheden gehad om daaruit te kunnen scoren. Dus ik denk in principe, als zij die goal niet weggeven, want dat doen we, dan kun je toch misschien iets makkelijker loeren op een counter. En nu moet je wat meer gaan creëren, wat sowieso al niet goed liep. Positief van vandaag is misschien wel dat Wout Brama en Kevin Begua allebei een hele wedstrijd voetballen? Ja, nou, dat zeker. Het is natuurlijk voor die jongens heel belangrijk om veel minuten te maken. Kevin naar zijn blessure en Wout om zoveel mogelijk wedstrijdminuten te pakken. Maar ook voor die andere jongens die vanaf het begin gespeeld hebben en die normaal weinig spelen. En ook de jongens na de rust, de jonge jongens, is het gewoon hartstikke zinvol dit soort wedstrijden te spelen. En dat is ook weer een moment van ons om te kijken van hoe ze ervoor staan. Ja, je had aardig een aantal belangrijke reddingen vandaag. Zag je dat zelf ook zo? Ja, nee, ik kijk eerder naar andere dingen. Ik bedoel, reddingen, dat kun je op training ook, heb je ook op ding. Eén belangrijk in de eerste helft. En voor de rest, het is toch nog een beetje wat zoeken en toch eerder misschien nog wat andere oplossingen. Maar dat zal ik met de trainers overleggen. Maar ik vind van mezelf dat weer een stap vooruit is. Dat ik toch wel wat vertrouwen heb getankt. Want ja, als je er zo lang hebt uitgelegen, dan is het toch een beetje moeilijk met het zelfvertrouwen. Want ja, wat is je positie? Hoe ga je ermee om? Maar ik ben blij dat ik deze wedstrijd heb mogen spelen. Dat ik weer 90 minuutjes achter de rug heb. En we werken hard eraan om zo top mogelijk weer te zijn.